Zo, we gaan verder. Het laatste deel, denk ik. Ik ben bij 83 gebleven. Volgens mij zei ik net bij de vorige video 80, maar we zijn bij 83 gebleven. En 83 is Fear False Burning, Woes of the Desolate Mourner. Dat is deze CD. Februari 2010. Eigenlijk dezelfde opzet, een soort van obi aan de zijkant. Fototomatine aan Verhoeven. Mocht je toch geïnteresseerd zijn in deze man. Op internet onder zijn eigen gebruikersnaam staat heel veel muziek wat je kunt gaan luisteren. Zeker interessant als je van experimenteel houdt, improvisatie, ambient, drone, van allerlei dat soort muziek, zeg maar, langdurige stukken waar je rustig in moet komen. Dan is zeker de moeite waard om een keer naar hem te luisteren. Interessante man. Nummer 84 is dan de CD The Rainbow Mirrors A Burning Heart. Ook op CD, niet op vinyl uitgebracht, op CD. Zitten we op nummertje 85. 85 is ook van Dirk Series. Hier zie je hem heel een typische houding. Achterste gitaar, waar hij de meeste muziek mee maakt. Het is weer uit die boxset die ik straks liet zien. Deze is op wit, hè? Dus wit, goud en zilver. Deze kant is niet gedrukt. Deze kant is wel gedrukt. Heel klein lettertjes. Zal ik even leven laten zien, zie je wat er tekst erop staat, zie je ook dat het nummertje 85 is. En de achterkant is weer helemaal blanco. En ik heb ook zilver en gouden versies zitten dan bij de andere persie. Andere muziek. Goed, komen we bij nummertje 86. Geen muziek, maar deze slipmat van Tonefloat. Daar hebben ze ook een nummer gegeven. 600 kopietjes van gemaakt. En ik heb er eentje gekregen. Die zat bij Given Away, weggegeven bij de pre-orders, de voorbestellingen van die incident. Degene waar ik ervan heb is, hij was een vervloekt verzamelaar van Steven Wilson Porcupine Tree. Is daarmee gestopt, mede doordat hij vond dat toch Steven Wilson wel heel erg commercieel bezig was met allerlei dingetjes te verkopen. En ja, dat klopt ook wel, denk ik. Goed, zijn we verder. Komen we bij twee LP's, Travis en Fripp. Dus nummertje 87 en 88. Travis & Fripp live at Broadchalk. Recorded at All Saints Church. Limited edition. Er zijn 250 kopieën van gemaakt van deze. Gewoon op zwart vinyl. Dus dat label. Laat ik niet verder zien. Dan kunnen we deze afronden. De 100. Dit is het tweede deel. En eigenlijk zijn het zijn ongeveer dezelfde nummers. Maar ze schrijven toch dat wel een verschil maakt. In de manier waarop ze de nummers spelen. En daar moet je echt wel in verdiepen. Ik heb het een keer geluisterd, geloof ik. Wil je daar echt verschil in gaan horen in die twee LP's, dan zul je dat heel vaker moeten gaan horen. 250 kopietjes per stuk, juni 2010. Komen we bij de CD van X-Wiseheads Celestial Disclosure. Dus deze. Even kijken. Colin Edwin speelt hierop. Dus het is wel bekend ook van Porcupine Tree. Colin Edwin, de bassist. Ik wissel nog wel eens een keer om met Richard Barbieri, maar Colin Edwin is de bassist. Samen met Jeff Lay. Met z'n twee hebben ze deze CD uitgebracht. Dan gaan we verder met Astralasia. Interessante band, mooie muziek. Schitterende hoes. Ik heb een mispersing gekregen. Natuurlijk zijn ze continu bezig met te kijken of het kwaliteit goed is van de persingen en van het vinyl. En dit is blijkbaar was niet helemaal zo gegaan zoals ze het wilden hebben. En dus het is een kleur die niet heel veel voorkomt. Mooi hoes. Astralasia heeft ook veel gedaan. Is weer zo'n bekende binnenhoes van Tonefloat. Heb ook heel veel uitgebracht. Meer dingen uitgebracht. Heel mooi. Ja, het is een beetje wit-blauwig gemarmerd vinyl. Mooi label. Astralasia. Ook zeker de moeite waard als je een beetje van psychedelia houdt. Psychedelische muziek houdt. Als ik dan deze foto's bijvoorbeeld weer zie. Dan doen we denken deze die hier staat. We denken aan Blackfield. Aan Deadwing. Goed, komen we tot Mechanic Commando. De voorloper van Use of Ashes, waar heel veel uitgebracht is op dit label. Dit is de CD.
Sorry, ik ben te vroeg. Ik moet eerst deze pakken. Dit is nummertje 92, waar we nou zijn gebleven. Blue Bananas. Kijk je te veel naar de rechterkant. Dus deze hoes, zeg maar, aan de buitenkant. Een beetje fout, alle faustachtig. En transparant vinyl. Met een kaartje. Beetje, ja, ook een beetje in die stijl van Incredible Expanded Mindfuck 92. Met wat informatie over de band en over de nummers. 475 kopietjes van geperst. Blue Bananas Mechanic Commando. En nu komen we bij de cd waar ik net al over had. Is ook op LP uitgebracht, de latere versie. Soms raar, soms doen ze de LP-versie, zeg maar, terugzetten op hetzelfde nummer, maar de LP heeft een ander nummer gekregen. Zeker ook de moeite waard, deze cd van Mechanic Commando. Gaan we verder, Dag van het Vinyl. Dus deze single. Een promotiekopie is ook weggegeven aan degene die de dag of dag van het vinyl bezochten. Is gratis. Iets wat ze gratis kregen. Soms gebeurt dat nog wel eens bij Record Store Day. Wat nu verschoven is naar een andere dag. Dat je ook een gratis single krijgt. Is ook op transparant vinyl. Wie staat erop? De Youth of Ashes en The Wolf. The Wolf is natuurlijk interessant. Dus ik vind het een leuke band uit Limburg. Ik heb ze een keer live gezien. Schitterende keyboard, gitaren. Ik heb ze pas ook, zoals ik er wel eens een keer op de tv waren, dat ze naar met Polen gingen naar een club. Dat ze denken, wat doen we hier? En dan optreden we 50 man. Ja, mooie muziek en mooie mannen. En dan komen we bij Use of Ashes weer. Het singeltje. Het is ook leuk als je Discogs kijkt, is die te koop. Dit zijn namelijk 144. Deze single is er 444 kopietjes van gemaakt met 12 verschillende hoesjes. Dus dat is leuk om te verzamelen. Dit is kijken nummer of weet ik niet, zat er niet bij geschreven. 12 kopietjes zijn er van deze gemaakt. En op internet staat er dus iemand in Zweden. Die heeft ze al 12 te koop voor een paar honderd euro, geloof ik. Daar gaan we niet aan beginnen. Zwart vinyl. Singeltjes, ik ben sowieso niet echt van de singeltjes. Vroeger heb ik heel veel van Prince verzameld. En dan kwam ik alles van Prince, omdat op de B-kant stond nergens. Was nergens aan te komen, zeg maar. Totdat de hits uitkwamen. Dus ik ben een beetje van singeltjes afgestapt. Ik luister ook niet heel vaak. Dit zijn alle hoesjes, zeg maar, van de Use of Ashes. Alle 12 staan ze hier. En je kunt ze dus alle 12 in één koop aanschaffen. Voor een leuk prijsje. Nou, kom bij nummertje 96. Dat is deze Microphonics 12 in 10 inch. Er zijn 250 kopietjes van. Die kon je kopen tijdens de tour die hij heeft gehouden in, ik denk ook in 2010. Ja, april 2010. Weer foto van met Roeven. 10 inch. Ik moet eigenlijk nog een keer een binnenhoesje hebben, 12 of 10 inch, want anders gaat hij een beetje krassen. Allerlei hele kleine tekstjes erop gezet. Achterkant is geen, niet echt gelabeld, geen tekst op. 250 kopietjes van deze. Gaan we verder met de singeltjes 5 en 6 van coverversion. Nummertje 5. Ik dacht dat deze, is dat van Neil Young die gecoverd heeft? Ik dacht het haast wel. Ik weet niet helemaal zeker, maar dat is die nadel, de needle dande, denk ik dat het is. En de B-kant is dan Well You're Wrong. Dus ik heb deze al besproken in andere. Elke deel zit er, ik heb er 6 van. Er zijn er 6 van uitgebracht, ook op CD zijn ze 6 uitgebracht. En er zijn er totaal 500 kopietjes van deze vinylsingeltjes uitgekomen. Vandaar dat ze nogal redelijk prijzig zijn. Ik heb ze een keer een inkoop van die man gekregen die ze afstand deed van zijn verzameling.
En die had ze dus in de kleine Centerhall, maar ook in de grote Centerhall had hij ze allebei, die verzameling. Eens kijken, dit is dan, ik weet het niet welke coverversion dit is. Dit is de laatste coverversion 6. Met de andere site is An End to End. Dat zat voor mij ook wel op YouTube. Nummertje, waar zijn we gebleven? 97 en 98 van de 100 die ik deze video reeks wil bespreken. 99 is een Tone Float Night met No Man's, Tim Bowness plus Band, Dick Series, Microphonics en The Use of Ashes. Dat is geweest in april 2010. En als laatste, ja, is dit natuurlijk de Tone Float 100, is deze. Met interessant hoor, met Steven Wilson met bijna alle tracks meegedaan. Like Charcoal, Trivial, California Falling, Pale Ghost Like Friend, Through the Eyes of the Duck, Song for John Fay, Mummelfish. Dus bijna op alle, op twee tracks na zit Steven Wilson, doet hij mee. Nou, dit is dus dit boek. Dit is Tone Float 100. Heel mooi boek vind ik zelf. Met de twee 10-inch's erin. Die zitten hier bovenin. Net als bij de Insurgentus. Eigenlijk is het vergelijkbaar met Insurgentus boeken. Dus het 10-inch zit hierin. Ik kan er eens even eentje uit pakken. We hebben nog tijd genoeg. Gelukkig een keer. Kijk, heb je 10-inch. Met kant A. En natuurlijk. Kant B en dan zie je het wapen. Het is ook heel mooi om te zien hoe hij dat gedaan heeft. Hè? Het wapen wat hij gefotografeerd heeft. Dus een 10-inch zit hierin. De CD zit hier ook in. Dat is deze. TF-100. Ik heb de LP. Die is er ook. Je ziet ook dat die foto doorloopt. Dus hier, je ziet het heel mooi aan die plaatjes. Zo, die heeft hij echt van bovenaf zo gefotografeerd. Tekst erbij. Deze is op rood vinyl. Er zijn 100 kopietjes van gemaakt. Kijk of je dit nog kunt lezen als je interessant bent. De meeste mensen die Tone Float willen hebben, is toch vaak al Steven Wilson gericht. En ik heb als laatste nog een mooi boxje met een of andere Deluxe Limited Box Edition with Tone Float Wristband. Dus halleluja. Ook een CD. Tone Float 100. Goed, Tone Float is een heel mooi label. Zoals je misschien gezien hebt, met hele mooie uitgaves. Mooi vinyl, goed vinyl, goede persingen. Mooi hoeswerk. Er wordt niet bezuinigd op dat soort dingetjes. Hoe ver zijn ze nu met de reeks? Ik ben tot 100, ben ik echt aan het sparen. Ik moet er nog eentje hebben. Of eentje, ik moet er een paar hebben, maar aan het kan ik gewoon niet aankomen. En volgens mij zijn ze nu beland bij 197 uitgaves. Ik heb al gevraagd aan Charles, ga je nog een feestje geven als er 200 komen? Misschien interessant om bij te houden, want misschien dat er al een heel leuk concert aankomt. Ik hoop het. Ik zou het ook heel mooi vinden als er nog een persie kwam, bijvoorbeeld van Spile, van Porcupine Tree Live op LP. Ik weet niet of dat ooit zover gaat komen. Ik zal het een keertje voorstellen. Ik heb van de 97 releases, heb ik er ongeveer de helft van, heb ik ook alweer. Dus ik heb nog heel veel andere dingen van Tone Float. Maar ik wil het hier gewoon een beetje bij laten. Ik vraag me af of überhaupt iemand al deze deeltjes, alle 8 deeltjes, helemaal gaat bekijken. Waarschijnlijk niet. Daar moet je veel geduld voor hebben. Maar als er wel iemand is en die het leuk vindt om daar met je over te gaan bomen en te gaan kijken, dan hoor ik dat graag. Ik vind het leuk om video's te maken. Kost me wel een beetje tijd, maar ik vind het helemaal niet erg. Ik wil een keertje mijn Steven Wilson en mijn Porcupine Tree collectie erop zetten. Dan heb ik van Steven Wilson bijna alles wat ik heb ik dan op internet staan. En dus ik vind het wel leuk om met mensen om te kijken of ze reageren erop en over muziek te hebben. Er zijn maar weinig echte nerds die heel veel verzamelen waar je je verhaal aan kwijt kunt. En misschien via dit kanaal wel. Dus mocht je je geroepen voelen dat je denkt van hé, ik vind het wel heel leuk al die dingetjes van Tone Float en ik wil wat meer informatie over die en die artiest. Ik kan het op gaan zoeken en kijken of ik je daarmee van dienst kan zijn. Dan sluit ik mijn 100 TF100 sluit ik hierbij af. En misschien tot de volgende keer. Groetjes.